Gouden Dans. Dansen voor 60 plus in Orpheus. Wij staan in Orpheus, want hier wordt iets georganiseerd voor de eerste keer. Ze zijn nu nog bezig met de repetities en ze dansen echt de sterren van de hemel in de Gouden Dans. Want dat is iets nieuws en de vrouw die daar heel veel vanaf weet, dat is Marij Wolst. Marij, wat is dat eigenlijk, die Gouden Dans? Ja, de Gouden Dans is een initiatief vanuit de Gouden Dans. En zij organiseren dat op meerdere plekken in het land. Vooral in het theater, omdat dat een hele mooie plek is om dat te doen. We hebben 15 repetities met de ouderen en werken naar... Ja, dan zeg ik Gouden Dans, het zijn geen jonge mensen. Nee, het zijn inderdaad, wij zeiden ook wel eens, het zou ook zilveren dans kunnen zijn, want de meesten hebben wel een zilveren kapsel. Nee, het is voor 65 plus, dus iedereen uit Apeldoorn die 65 jaar of ouder is, die mag zich aanmelden, of mocht zich aanmelden. En die aanmeldingen die stroomden ook binnen op het moment dat wij dat aankondigden. Dus we hebben echt meer dan 100 aanmeldingen gehad en helaas maar plek voor 45 mensen. En die groep hebben we nu in tweeën opgedeeld. Dus we hebben een ochtendgroep en een middaggroep. En zij repeteren 15 keer en dan op 19 januari is er een voorstelling hier in de Rabobankzaal. Ik heb mijn leven lang gedanst en mijn partner niet. Dus wij zijn samen echt in eendrachtige samenwerking hier naartoe gegaan. Maar wat ik denk is dat mannen zeggen van vrouwen, die gaan dansen en wij gaan lekker voetbal kijken voor de buis. Ja, maar het is leuk, hè, Leo? Het is geweldig. En ik wilde eigenlijk graag met Annelies op gewone dansles, maar toen kwam dit voorbij, stond in de krant. En toen dacht ik van nou, dat is wat voor ons, dan kunnen we leuk beginnen. Wanneer zijn jullie begonnen? Het is nu december? Ja, ik geloof dat we al 2 maanden geleden zijn begonnen. Het gaat echt geweldig, want ze zijn hartstikke enthousiast. En de Orpheus is geweldig hierin. We hebben, je ziet waar we staan. Grote mooiste ruimte. Zaal van Nederland, zeg maar. Nou, het is echt, maar ook ook hele fijne mensen om mee samen te werken. Dus het is echt gewoon een warm bad waar je in terechtkomt. Heel veel mogelijkheden. En zij gaan geweldig. Ja, nee, ze gaan echt hartstikke goed. En we hebben heel veel plezier ook. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar we zijn inmiddels ook echt al heel ver met de voorstelling. Dus, hoe oud is de oudste, weet je dat toevallig? 80. En de jongste? Ik dacht 63 of 64. Oké, maar je moet wel 60 plus zijn om hieraan mee te mogen doen. Nou ze zeggen 60 en ouder inderdaad. Ja. Omdat anders gaat het op een gegeven moment ook zo qua energie uiteenlopen. Dan moet je echt rekenen. Nu kunnen we als hele club kunnen we zeg maar gewoon optrekken. Wij zien deze groep vinden we ook heel belangrijk om die een fijne plek te geven. En wat wij zo mooi vonden aan dit initiatief is dat het is dans. En dat past natuurlijk mooi in het theater. Maar het is ook gewoon een heel sociaal project. Want we hebben dus een ochtendgroep en een middaggroep. En tussendoor komen ze bij elkaar en drinken ze hier lekker koffie in de foyer. Dus de koffie en de koekjes zijn eigenlijk een hele belangrijke verbinder in dit project. En wat wel mooi is om te zeggen is dat Bakkerij de Ochtend stond. Die zorgt iedere maandag voor heerlijke koeken. Die sponsort het geheel. Jij hebt dus de hele choreografie zelf bedacht. Ja. Is dit dan ook landelijk of is dit al bedenk jij dat voor heel Nederland? Hoe zit dat? Nee, want ik heb ook collega's in Waalwijk en andere steden staan ze ook. Stadskanaal is er ook vorig jaar een geweest. Dus er zijn echt een aantal steden waar dit staat. En ik doe Apeldoorn, maar mijn collega's die doen de andere steden. En die maken ook weer een eigen dans. Maar alles is wel gebaseerd op de, zeg maar het uitgangspunt is die danszon, die Cubaanse dans. Maar daarna ga je kijken wat brengen de mensen in. En dan verander je nog wel eens wat misschien? Oh tuurlijk, want het is niet zo dat je deze voorstelling, want je maakt hem met de mensen die je krijgt ook en die voor je staan. Dus ja, wat kunnen zij en wat doen ze? Los van dat je 1 of 2 momenten hebt dat je wel vast iets hebt waar je, wat je altijd kan doen, zeg maar. Maar voor de rest maak je me helemaal op de mensen van de stad waar je speelt. En het zit er al goed in, hè, bij jullie. Ik heb even staan kijken, maar... Gelukkig dat je het zegt, want wij denken daar anders over. We zitten elkaar nog iedere keer aanwijzingen te geven van we moeten links, we moeten dat pasje. Dus, maar goed, het komt er langzamer in. Jullie hebben nog even, Leo, want 19 januari dan gaan jullie hier shinen in de Rabobankzaal. Dat hopen we, dat het shinen wordt. Mensen worden er wel blij van, hè, als ik dat zo zie.
Ja, nee, maar ik ook. Want ik vind, nee, maar het is echt heel erg leuk. Omdat je gewoon, ja, je bent samen aan het creëren. En ik vind het heel belangrijk dat dat vanuit plezier gebeurt. En niet vanuit een heilig moeten. Want uiteindelijk wat ze in de zaal zien is of iemand plezier heeft. En niet of ze echt de juiste pasjes doet. Dat is, desondanks ben ik wel bezig met te zorgen dat ze in ieder geval... Ja, dat is ook wel fijn. Ja. Maar als het misgaat, is het, ja, het gaat uiteindelijk om het plezier wat je hebt. Precies. Nou, er stonden nog heel veel mensen op de wachtlijst. Dus wie weet volgend jaar weer hier in Orpheus. Ja. Ja. En 19 januari om 3:00, ja. dan gaat het beginnen hier. Ja, en kom, want het is echt ook hartstikke leuk. We hebben ook een band die speelt achteraf in het foyer. Dus als het hier klaar is, gaan we met z'n allen naar de foyer. En is er gewoon één grote danssalon en daar kan iedereen aan deelnemen. Dat is, dan gaan we met z'n allen aan de bak. Dat is op een zondagmiddag, 19 januari. En dan hebben we hier om 3:00 de voorstelling. En na afloop van de voorstelling wordt er in de foyer gedanst. Dus dan is er live muziek en dan mag het publiek ook meedansen. Hoe leuk. En ja, je zei net heel veel aanmeldingen. Volgend jaar weer misschien? Nou, misschien wel. Ja. Want ik heb een hele wachtlijst met mensen die ook graag mee willen doen. Maar het is wel afhankelijk van of we de juiste subsidies krijgen. Want het is een project wat natuurlijk wel wat kost. Dus daar is het afhankelijk van. Maar dat er zoveel animo is, dat is natuurlijk voor een subsidieaanvraag al wel heel prettig.
politie heeft op tweede kerstdag een grote alcoholcontrole gehouden op de rotonde Jachtlaan, Laan van Spitsbergen. Alle automobilisten die de rotonde opkwamen rijden, mochten blazen. En hoewel sommigen op het randje zaten, is er niemand betrapt met te veel alcohol op. De politie kijkt dan ook tevreden terug. De controle eindigde rond 5 uur. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur is rond het vriespunt. Morgenavond blijft het droog, maar gaat het wel vriezen. Zondag begint zonnig, later op de dag meer kans op bewolking. De temperaturen zijn rond het vriespunt. Maandag droog, licht bewolkt en het wordt weer iets warmer.